Mr. Amsterdam met Julius Visjager. En Julius Visjager, groot pianospeler, Scarlatti sonate speelt. Hij heeft nieuws over pianospelende politici en presentatoren. Ja. Wat zei je net over Paul Witteman? Nou, Paul Witteman is gezakt voor zijn toelatingsexamen piano. Dat zegt tenminste, dat zeggen linkse politici. Ik heb al een paar namen ervan, maar die wil ik niet verraden. Maar Paul die heeft mij uit het consortium gezet, omdat hij bang was dat ik het aan de koningin zou vertellen. Het is echt zo hoor. En toen heb ik gezorgd dat Paul Witteman, want er is nog een die wel geslaagd is, net zoals ik voor me, met een zeventje natuurlijk, maar een zuinig zeventje. En dat heb ik dus nu opgewerkt. En er was er één en die heet Rutte. Mark Rutte. Ja, en Mark Rutte heb ik gezegd, ga je nou een katermennetje spelen voor de muziekkamer in de Tweede Kamer. Dat, dat wil hij. Ja, dat wil hij. Maar Paul Witteman, moet jij maar eens opbellen of hij eerst voor de radio een stukje piano wil spelen. Kan hij best hoor. Dankjewel, Julius. Kijk.